Het is ons gelukt. De school is voorbij. En nu gaan we allebei trouwen. Het is geweldig. Trouwens, op dezelfde dag is precies waar we van droomden. We worden mama's. Onze baby's worden de beste maatjes, net als wij. Vampieren en zeemermin krijgen binnenkort baby's. Laat maar uit. Niet in je stoutste dromen. De baby van de vee is nu mijn gevangene. Niet meer chillen in een potje. Nu zit je vast in een cel. Laat me eruit, je gemene schurk. Absoluut niet. Ik vraag me af wat het is. Een jongen of een meisje? Die baby kan elk moment komen. Die van mij ook. Hier zijn onze baby's. Dit is de laatste keer dat je ze te zien krijgt. Ik heb op dit moment gewacht. Nu ben jij van mij, baby Zeemermin. Hey, niet schoppen. Rustig aan. Auw, zo onbeleefd. Oh, mijn baby. Ik heb tenminste de vampier nog. Auw, dat doet pijn. Jij gaat in de pot. Bedankt voor het brengen van de baby. Nou ja, doei. Ik krijg je nog wel. De wieg is klaar. Die van mij ook. Wauw. Ik weet zeker dat de baby's er dol op zullen zijn. Het is ons gelukt. Baby, je hebt een verschoning nodig. We moeten duidelijk onze stijl verbeteren. Bijna klaar. Hier komen mijn kunstlessen goed van pas. Geweldig. Oeh, ik moet opschieten. De staart is klaar. Wauw. Wat vind je van mijn kunst? Ja, het ziet er niet goed uit. Geen zorgen. Ik kan een outfit breien voor je baby. Wat denk je? Schattig. Het is wel een spin nodig. Schattig. Heeft mijn baby honger? Uh-oh, er is geen melk. De baby zal dit lekker vinden. Zo lekker. Ik sterf van de honger. Jij ook, baby? Hier, geniet ervan. Wil je het niet? Laten we iets anders proberen. Een vosbeen en sushi zijn een geweldige combinatie. Ben je nu blij? Super. We hebben het goed gedaan. Boe! Stop met opduiken en me bang maken. Wat is het probleem van dit kind? Schatje, je hebt koorts. Kun je even stilzitten? Wat moet ik doen? Ze luistert helemaal niet naar me. De dokter is er. Vertrouw me. Help deze snotaap. Mijn zoon heeft koorts. Blijf rustig, ik help je. Geweldig. Bent u een echte donker? Het is voor je eigen bestwil. Het is maar een stethoscoop. Niks bijzonders. Je gaat zeker falen. Wat een koppig kind. Whatever, ik heb toch al een behandelingsrecept klaar. Zieke kinderen gaan in potjes en komen er helemaal gezond uit. Welke potjes? We kunnen aan de slag. Ik vind dit geen goed idee. Laten we iedereen om hulp vragen. Hey, kunnen jullie ons helpen? Hey, jullie kunnen onze kinderen genezen. Meer, alsjeblieft, we komen in de buurt. Ja, het ging super. Tot zover mijn plan. Veel geluk op school. We houden van je. Hey, kiddo's. Scheikunde is jullie eerste les. Eerst gaan we wat explosieve chemicaliën mengen. Dat stinkt. Hebbes. Nu zijn ze van mij. Het was een heel gedoe, maar allemaal de moeite waard. Welkom in mijn hol. Laat ons eruit. Eisen stellen, hè? Huh? Blijf voorlopig in de potjes. Veeën zijn veilig. Vampier? Zeemermin. Ik ben als winnaar uit de bus gekomen.
Ik neem een nieuwe tattoo om dit te herdenken. Oh ja. Laat me eruit. Het is benauwd. Ik stik. Huh? Oeps, ik was helemaal vergeten dat ze lucht nodig hebben. Goed, dan breng ik jullie naar een cel. Home, sweet home. Laat ons eruit. We blijven hier niet. Laat ons naar huis gaan. Oh, wie is dat? Hey, nieuwe buren. Leuk je te ontmoeten. Ze maken me gek. Ik denk dat deze tatoeage mijn ding is. Oh ja. Ik zeg dat we de heks het moeilijk maken. Geweldig idee. Kijk nu wat er gebeurt. Wat hebben jullie gedaan, stelletje griezels? Mijn tatoeage. Dus? Goed gedaan. Kinderen, we moeten naar huis. Wacht even, waar zijn onze kinderen? Wat is er? Oh man. Hou het hoofd koel. We moeten sporen zoeken. We hebben een spoor. Het is een veer. Oh. Een adelaar heeft onze baby's ontvoerd. Kom op, je bent gek. Er zijn meer aanwijzingen. What? Enorme voetafdrukken. Een yeti heeft onze kinderen meegesleurd en gerold. Ik betwijfel het. Waar zijn ze dan naartoe? Het experiment ging niet zoals gepland. Hij zal ons alles vertellen. Waar zijn onze baby's? Zeg op! Tenzij je gebeten moet worden of verdrinken. Ik heb geen idee, maar ik zal jullie proberen te helpen. Het slot. Ik kan zien dat het van de ontvoerder is. De vraag is, hoe komen we erachter wie dat is? Er is een manier. Dit is mijn nieuwste uitvinding. De DNA analyzer. Wat? Vind je dat logisch? Ik heb honger. Ik heb niets. Ik weet het. Nee, stop. Ik weet wat ik moet doen. Hey, jij. Ik heb honger. Ugh, kinderen zijn vervelend. En hongerig. Hier, je pap. Ga je gang. Oh, gelukkig hoef je dat niet te eten. Kinderen zijn een hoop ellende. Iemand pap? Niemand? Geweldig. Kijk, ik heb er iets anders voor in petto. Ik maak er een schelp van en richt het recht op de neus van deze schurk. Vlieg! Bah, smerig. Jullie, verwende kleine snotapen. Net goed. Daar krijgen jullie spijt van. Moet je dit zien? De magische kracht van water in actie. Nee, waarom? Dream Team. Waar is deze knop voor? Niet aankomen. Het experiment is begonnen. Druk op de analyzer. Vonken, dat is mijn eerste idee. We hebben de resultaten. We hebben 20.000 likes nodig om een reactie te krijgen. Jongens, druk op de like-knop. We kunnen het niet zonder jullie. Het werkt. Bedankt, jullie zijn de beste. Dat is de ontvoerder. Wat? Ze zal er spijt voor krijgen dat ze het gedaan heeft. Ik heb kou gevat. Wat is er? De lucht is echt droog. Ik ben ziek. Ik heb een idee. Ik heb er een emmer voor nodig. Nu niezen. Achoo! Geweldig. Nu hebben we een wapen om tegen de schurk te vechten. Houd je ogen open. Het wordt leuk. Deze vieze hamervermout is eindelijk allemaal weg. Waar zit je nou te staren? Nu! Huh? Oh nee!
verpest altijd alles. Ik kan er niet meer tegen. Dus wat ga je daar aan doen, loser? Ik veeg de vloer met jullie aan, snotapen. We hebben haar eindelijk gevonden. Jij, pak aan. Ik kan me geen centimeter bewegen. Je zult je verantwoorden. Dat zullen we nog wel eens zien. Een houten staak, spaar me. Ben je erin getrapt? Een kakkelak. Dat hebben we nodig. Zorg goed voor haar, kleine kever. Ik ben vrij. Je hebt me in een klein potje gestopt. Daar krijg je spijt van. Alsjeblieft, pak aan. Nee! Ja, dank je, kakkerlak. Het minste wat ik kon doen. Kinderen, maak jullie geen zorgen. Jullie zijn nu veilig. We hebben jullie zo gemist. Waar is mijn moeder? Hij is helemaal alleen. Maak je geen zorgen. Je mag je bij onze familie voegen. Welkom. Wat is hier? Oeh, een tattoo-pistool. Mijn eigen tattoo-salon is altijd mijn droom geweest. Het doet pijn. Een spiegel helpt niet. Leo! Ik ben hier, meesteres. Slechte timing. Help me de tattoo af te maken. Natuurlijk. Klaar. Ik verander je toch in een vampier. Wat is dat? Waarom is het afval hier nog? Haal het er nu uit. Klaar. Krijg ik nu een beet? Een andere keer. Ugh, het verhaal van mijn leven. Auw. Wat is dat? Een doos? Het is enorm. Ik zal eens kijken. Wauw, iemand zou hier een echte tattoo-salon kunnen beginnen. Het enige wat je moet doen is het comfortabel maken. Dat lijkt er meer op. Licht toevoegen. Oeh. Ja. Oeh. En een uithangbord. Tattoo-salon. Een vleugje kleur. Geweldig. Verander in een vleermuis. Print. Nu heb je iets om aan de muur te hangen. Yeah. Waar is mijn tattoo-pistool? Hier. Ik ben klaar om te werken. Ik kan wel een drankje gebruiken. Niets meer. Ik moet mijn glas vullen. Oh nee, mijn schetsen. Dit is een idee. Ik vind het zo fijner. Nu kan ik me volledig op mijn werk concentreren. Ik zal je niet teleurstellen. Vlieg, weg. Ik sterf van de honger. Oeh, een nek. Het is niet goed. Eerste klant. Welkom. Kies een schets. Spice it up. Voeg peper toe. Laatste voorbereiding. Kijk eens aan. Mijn hoektand. Hoe eet ik? Oeh, bloed uit blik. Perfect. Ik krijg het niet open. Wat? We moeten 5000 likes krijgen om het blik te openen? Oh, hi. Help me 5000 likes te krijgen. Dan kan ik eten en groet mijn tand terug. Vampier geïnspireerde selfies. Oh ja, daar hou ik van. Sorry dat ik je stoor. Sjoe, waar waren we gebleven? Ik wil een kleine baby vampier tattoo. Komt eraan. Rustig. Klaar. Daar vroeg ik niet om. Oh, mind blowing. Binnenkort ben ik moeder. Bedankt, je bent een persik. Graag gedaan. Wat is dit? Ah, de baby komt eraan. Echt waar? Dit zijn vleermuizen. 1, 2, 3, 4, 8. Lief ik. Oeps. Hallo, nieuwe mama. Wakey, wakey. Leo, hou me niet voor de gek. 8 is niet eens zoveel. Goed groet. Ik wil hier een tatoeage. Sorry, ik kan je geen tattoo geven als je minderjarig bent.
Het punt is, ik ben 50. Ik zie er jonger uit omdat ik een vampier ben. Huh? Oké, dan. Oké, laten we beginnen. Ik zal de tatoeage een tandje hoger zetten. Klaar. Bedankt. Graag gedaan. Doei. Weet je, ik moet de regels een beetje aanpassen. Hey, welkom. Ik wil je duurste tattoo ooit. Chop chop. Leo. Waarom duurt het zo lang? Hier is de meest luxueuze inkt. Puur goud. Bedankt. Kijk eens aan. Laten we beginnen. Je zult het geweldig vinden. Oeh. Wat? Het vloog weg. Oeps. Ik zal je zo leren hoe je tatoeages maakt. De brutaliteit van dit alles. Wat is er mis, mijn koningin? Kijk, het onbeschoofde meisje heeft een knoklok tattoo onder mijn oksels gegeven. Eww. Het ruikt verschrikkelijk. Ik ga dood. Hallo? Hey, wat voor tattoo wil je? Deze bliksemschicht. Alsjeblieft. Dat wordt een makkie. Oh nee, het pistool werkt niet. Wat is het probleem? Kun je het pistool toevallig opladen? Oké. Natuurlijk. Zo heerlijk. Oeps. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Oh ja, nu heb ik een tattoo. Het minste wat ik voor je kon doen. Phew. Wil je me bijten? Bijt me. Heel graag. Ik moet toegeven, je hebt het verdiend. Dank je. Klaar? Oh ja, ik ga ervoor. Wat is er mis met mij? Waar zijn mijn hoektanden? Ik ben een vampier geworden. Dat is sick. Oeps. Phew, ik ben ontsnapt. Oh, deze tatoeage is een nachtmerrie. Er moet glitter op. Nou, dat lijkt er meer op. Gekke, rijke tatoeëerder. Wauw. Je moet betalen. Zie je wel. Nu moet ik de vloer wassen tot mijn pensioen om een tatoeage te betalen. Wat is dit? Een tatoeagepistool? Ik open mijn eigen tattooshop. Rustig aan. Ik heb alleen een tatoeage nodig. Doe het snel. Oké, ik zal mijn best doen. Sneller, ik moet ergens zijn. Bijna klaar, nog een minuutje. Klaar, goed gedaan. Hoe zit het met het geld? Huh? Geld? Bedankt dat je me eraan herinnert. Wauw, wat een geweldige tatoeage. Ik zal het geld ook hebben. Pas goed op jezelf. Jakkes! Hallo daar, welke tattoo wil je hebben? Deze! Geen probleem! Laten we beginnen. Klaar! Geweldig! Wauw! Dit is voor je werk. Bedankt, tot de volgende keer! Oh ja, ik ben rijk! Ik heb maar één briefje nodig. Prachtig. Klaar om te gaan. Ik ben benieuwd welke beroemdheid vandaag langskomt. Hoi, ik heb een explosieve tatoeage nodig. Een bom zou perfect zijn. Geen probleem. De bom is klaar. Ik vind het geweldig. Hoe zit het met de betaling? Eens kijken wat ik heb meegenomen. Dat is niet genoeg. Ik bewaar het dynamiet voor de volgende keer. Begrepen. Dit is voor je uitstekende werk. Wauw. Een staaf goud. Je bent zo gul. De diamant moet geslepen worden. Geen stof toegestaan. Ik maak inkt van goud. Wat is dit? Walgeluk! Wauw, goudstof. Ik heb geluk. Ik heb koorts. Ik moet de ventilator aanzetten. Oh nee! Nee!
Wat is er aan de hand? Is het pistool echt kapot? Tot ziens, je tijd is om. Oh, wauw, een nieuw tatoeagepistool. Yay! Hier ben ik, we kunnen aan de slag. Oh, het pistool werkt niet. Ik kan het niet vasthouden. Wat is er aan de hand? Oh nee, ik zit onder de inkt. Wat een nachtmerrie. Dit is echt een puinhoop. Jouw tattoosalon is de ergste. Geef me een seconde. Ik zal het fixen. Stom pistool. Wat een geweldige tatoeageschets. Hé, hey, kijk uit. Ik teken ver weg van alle anderen. Hart, vierkant. Wat is het volgende? Hé, hey, iedereen, weten jullie nog wat het derde onderwerp was? Reageer hieronder. Oh nee, een golf heeft mijn schets weggespoeld. Whatever. Wie wil er een tatoeage? Kies maar wat je wilt. Je tatoeage van hoge kwaliteit is zo klaar. Nee? Oh, jammer dan. Kortingen op een paar tatoeages vandaag. Wauw, dat is veel vraag. Jij bent de eerste. Ga zitten. Waar wil je je tattoo? We willen hier een hart. Dat is makkelijk. Alsjeblieft, de tatoeage is klaar. Wauw, wat een geweldig werk. Dit is voor jou. Bedankt. Zo gul van jullie. Blij dat ik heb kunnen helpen. Niet slecht. Volgende. Dat wil ik ook. Luister, we hebben een speciale deal. Als je een tatoeage van een stijl wilt, is dit de plek. Hoi, we willen graag een tatoeage als symbool van onze liefde. Ik ga direct aan de slag. Dit is de helft. Geweldig. Tijd voor de andere helft. Oh nee, het pistool doet moeilijk. De inkt is misschien op. Wacht even. Inkt is er. Het is in orde. Hier, ik heb het al gemaakt. Wat? Jake, waarom deel je een tatoeage? Idioot. Kitty, wacht even. Wat heb je gedaan? Waar ga je naartoe? Stom tatoeagepistool. Het is allemaal jouw schuld. Wat heb je liever? Ik wil graag een vlinder tatoeage. Een kleintje. Maar toch heel schattig. Oké, komt goed. De vlinder is klaar. Wow, wat? Dus dat is een kleine tatoeage? Chill, het is meer dan een tatoeage. Kijk hier eens naar. Wow. Dat is beter. Deze tatoeage is meer ons ding. We betalen contant. Wat? Zoveel geld voor een weggevlogen tatoeage? Vergeet het maar. We gaan weg. Waar ga je naartoe? Zo ondankbaar. De laatste beweging. Achoo. Woeps. Bezorgdienst? Ik wil graag de lekkerste pizza bestellen. Schiet op. Het is de bezorgdienst. Uw bestelling. Eerst geld. Geld? Ik bedoel, ik ben blut. Geen pizza dan. Dag. Blijf, ik ben uitgehongerd. Wacht even. Ik neem de pizza. Hier is het geld. Ik sta bij je in het krijt. Waarvoor? Voor de pizza. De pizza is voor mij. En ik dan? Ik bekijk het laatste nieuws. Wauw. We houden een wedstrijd voor de beste tatoeëerder. De titel kan van jou zijn. Oh ja. Robijnrode inkt is precies wat je nodig hebt voor een chique tattoo. Maar ik heb niemand om het op te proberen. Ik ga hem opzoeken. Het is te druk. Ik blijf zoeken. Hoi. Hey. Wil je een tatoeage? In die ellendige salon? Echt niet. Zelfs de lucht daar voelt anders aan. Weet je, ik kan je een robijnen tatoeage geven. Het duurt niet lang. Wauw.
Wauw, geweldig. Ik weet het. Ik moet gaan. Ik stik. Bedankt. Wauw. Ik ben allergisch voor armoede. 5 keer per dag goudwater. En diamantendruppels helpen bij een verstopte neus. Bedankt, dokter. Ik voel me meteen beter. Welkom. Hoi, ik wil deze tatoeage. Een roos op mijn onderarm. Geen probleem, komt eraan. Nog even geduld. Klaar. Dus jij noemt dit een roos? En jij noemt jezelf een tatoeëerder? Ik ga weg. Ik heb zo mijn best gedaan. Alsjeblieft, help. Ik hoop dat je deze vreselijke tatoeage kunt repareren. Wat een nachtmerrie. Maak je geen zorgen. Ik weet een uitweg. Ik heb toevallig robijnrode inkt. Klaar. Wauw, het is een wonder. Nog één ding. Het is een roos, dus het moet zoet ruiken. Wat een heerlijke geur. Bedankt. Je hebt mijn leven gered. Dit is voor jou uit de grond van mijn hart. Graag gedaan. Het ruikt heerlijk. Onze wedstrijd gaat beginnen. Laten we onze deelnemers een warm welkom geven. Erik, Barbara. We zijn onze derde deelnemer vergeten. Ivy, welkom. De regels van de wedstrijd eisen dat alle deelnemers hetzelfde tatoeagepistool hebben. Niemand heeft ons dat verteld. Een nieuw tatoeagepistool. Mijn allergieën komen terug. Nee, zo werken is ondraaglijk. Mijn dierbare tatoeagepistool. Ik zou je voor geen goud willen opgeven. En één deelnemer is gedisqualificeerd. De wedstrijd gaat door. Wie zet de beste tattoo? Ik zal winnen. Dat zou je wel willen. De deelnemers doen hun best. Maar wie gaat er winnen? Stompistool, het blijft eruit glijden. Ik heb nog nooit zo'n geweldig pistool gezien. Jullie tijd is om. Laten we de resultaten eens bekijken. Oh. Wauw. En de winnaar is... Ivy, gefeliciteerd. Wat? Dat is niet eerlijk. Ik heb gewonnen. Yay. Hier is de prijs. $1 miljoen. Yay. Schat, ik ben gek op je. Ik wil bij je zijn. Niet nu. Wat is er aan de hand? Dit is belangrijk. Wat is het? Wow, een uitnodiging voor de tatoeëerwedstrijd. Ja, de beste tatoeëerder krijgt dit super VIP luxe tatoeagepistool. Hoe krijg ik dat? Ik begrijp het. Je moet alle 5 de sterren verdienen. Je hebt zo'n geluk dat je moeder jurylid is bij deze wedstrijd. Geweldig. Ik ga me aankleden. Wat is dit? De beste tatoeëerderwedstrijd? Ik ga het winnen. Straks heb ik mijn eigen Walk of Fame. Wauw, de beste tatoeëerderwedstrijd. Ik moet winnen. Alle sterren zullen voor mij zijn. Hoi, doe je tatoeages? Tuurlijk. Ga zitten. Hey, oeps, mijn kartonnen stoel is kapot. Gaat het wel goed met je? Ik help je omhoog. Hou je vast. Ik haal een andere stoel voor je. Waar is mijn klant? Oeps, vandaag is niet mijn geluksdag. Ga zitten, ik geef je een licht ontspannend gezichtsmasker. Wat doe je? Het verstikt me. Ik heb geen masker nodig. Oké, rustig aan. Het zal geweldig worden. Het is belangrijk om je voor te bereiden. Wacht even. Oh, meneer? Oeh, hier komt de ster. Een geweldige start. Bedankt dat je me vertrouwt. Je bent mijn beste klant. Ik zet hier nooit meer een voet binnen. Laat me met rust. Welkom in Ellie's Tattoo Salon. Hoe kan ik u helpen? Dit is de tattoo die ik wil. Natuurlijk, waar precies? Hier, op mijn arm.
Geen probleem. Welke inktkleur wil je? Te veel vragen. Ben je een pro of wat? Hey iedereen, help me. Welke kleur moet dit Rainbow Friends personage hebben? Laat het weten in de comments hieronder. Bedankt. Aan de slag. Schiet op. Psst. Kan ik deze vlinder laten tatoeëren? Wacht op je beurt, bewaker. Ik ga eerst. Onze tattoo salon is open. Ik wacht op jullie. Hoi, ik wil de coolste tatoeage die er is. Absoluut, je bent op het juiste adres. De tatoeage moet zo cool zijn dat iedereen jaloers zou zijn. Flitsend. Oeh, het is lelijk. Ik bel je terug. Erik, je doet het verkeerd. Ga uit de weg, mam. Deze klant is van mij. Mama weet het best. Geef me het pistool. Dat is het, mam. Neem een pauze. Ik maak het zelf al af. Waar waren we gebleven? Oh, ik kan hier niet naar kijken zonder te huilen. Hey iedereen, deze tatoeage is alleen zichtbaar voor wie in 5 seconden 3 duim omhoog kan doen. Jullie tijd begint nu. Te vroeg om te kijken. Je moet de tatoeage voorbereiden. Alle gezondheidsnormen volgen. Haal het plastic er in geen geval af. Oké, bedankt. Succes. Huh? Oeh, dat scheelde weinig. Bijna klaar. Nog even geduld. Het is maar een klein prikje. Oh nee, slechte timing. De inkt is op. Wat is de oplossing? Precies, ik hergebruik mijn oude tatoeages. Waarom niet? Het is een milieuvriendelijke manier. Makkelijk. Het doet zo'n pijn. Wat? Wat is dit? Wat heb je gedaan? Ik wilde geen tatoeage op mijn gezicht. Jij neemt hier de volle verantwoordelijkheid voor. Geen tattoos meer. Hallo, mag het plastic er nu af? Nee, het is te vroeg. Nog niet? Oké, dan. Ga weg. Oh, ze leeft nog. Wat is dit? Hij heeft al 3 sterren. Dan moeten we er zo snel mogelijk iets aan doen. Hey, ik wil die tatoeage. Nu. Natuurlijk, mevrouw. Auw, auw. Het is super pijnlijk. Dit is een marteling. Waarom schreeuw je? Ik heb net handschoenen aangedaan. Oh, ik ben zo gevoelig. Wauw, niet slecht. 1 minuutje. Ik ben bijna klaar. Wat is er? Wat een nachtmerrie. Huh? Wat is er gebeurd? Kijk zelf maar. Je hebt mijn arm verknoeid. Ik zet hier geen voet meer binnen. Je salon is een ramp. -1 ster. Ha, dat was gemakkelijk. Willekeurige lichaamsdelen. Het is een zombie-apocalypse. Mag het plastic er al af? Nee, laat me met rust. Ik wil een dure tatoeage. Met zulk geld heb je zeker iets om je mee te verrassen. Wauw, zijn dit saffieren? Niemand bewegen. Dit is een overval. Geef me al het geld. Wauw, zijn dit saffieren? Die neem ik ook mee. Ze gaan er niet af. Wat moet ik doen? Deze tatoeage kan niet gestolen worden. Ik heb een idee. Kunstenares Ellie, wil je mij dezelfde kostbare tatoeage geven? Natuurlijk. En wat is dit? Ik snap het niet. Waar zijn de juwelen? Het is een tracker. Je kunt niet meer weglopen. Peekaboo, je staat onder arrest. Uh-oh. Hey, tatoeëerder. Raad eens wie je terug is. Mag het plastic er eindelijk af? Niet echt. Ik ben oud voordat ik mijn tatoeage kan zien. Een bril? Natuurlijk.
Oeps, ze zijn per ongeluk gevallen. Wat een geluk. Wow. Alsjeblieft, zet je bril maar op en kijk. Wauw, zo mooi. Heel erg bedankt. Ik vind het prachtig. Geniet van je nieuwe tatoeage. Oeh. Hoi, ik wil een foto van mijn vriendin op mijn arm getatoeëerd hebben. Kun jij dat doen? Natuurlijk, geen probleem. Been there, done that. Ik ben afgestudeerd aan de school voor portrettekenaars. Ik schets het portret wel even. Nee, het kwam er niet mooi uit te zien. Mijn hand trilt. Niets is genoeg. Wacht even. Ik heb een idee. Laten we gaan. Hierheen. Leg je hoofd erop alsjeblieft. En blijf staan. Wat doe je? Schat, hij verstuikte bijna mijn nek. Mijn wang doet pijn. Het is het allemaal waard voor een mooie tatoeage. Laten we beginnen. Klaar. Moet je kijken. Wat vind je ervan, schat? Vind je de tatoeage mooi? Natuurlijk. Niet. Het is afschuwelijk. Wat als ik je betaal? Oké, we vinden het prima. Bedankt voor je werk aan deze. Hallo. Oh, ik ben vergeten het strijkijzer uit te zetten. Vind je het erg om te babysitten? Hey, kind. Wat is er aan de hand? Oh, je hebt een speeltje nodig. Ik kom het zo brengen. Kijk eens wat ik heb. Oeps, waar is het kind? Hallo, ben jij het? Of jij? Dat weet ik niet zeker. Oeh, nog een kinderwagen. En jij? Hey, iedereen, help me even. Welke kleur had de kinderwagen die ze achterliet? Laat het weten in de comments hieronder. Het is tijd om de resultaten van de tattoo-wedstrijd samen te vatten. We staan op het punt uit te vinden wie het gloednieuwe VIP luxe tatoeagepistool krijgt. Hier kun je je tranen afvegen nadat je hebt verloren. De resultaten zijn in mijn voordeel. En de winnaar is Erik. Ik ben zo trots op je zoon. Deze overwinning is wel verdiend. Hou je vast. Hij gaf me de slechtste tatoeage ooit. Ik heb een nieuwe bril gekocht en het zelf gezien. Schaam je. Wat is dit? De wedstrijd is vervals. Erik is absoluut de slechtste tatoeëerder. Rennen, zoon. Ik laag je aan. Laten we gaan. Wauw. Het pistool is tof van mij. Hier, je tattoo is klaar. Deze slangen zien er zo mannelijk uit. En helemaal niet eng. Maar alleen als ze niet echt zijn. Susie heeft zoveel mensen in de rij staan om een tattoo te laten zetten. Connor heeft niet eens één persoon. Ga weg, Paul. Dit is niet eerlijk, maar ik weet wat ik moet doen. Wat van mijn bekende potion in de inkt? Werken, Susie. Adios. Kom op, bed. We moeten gaan. Wacht even. Ik doe er wat inkt bij. Oh, hoe lang nog? Dat is het. Je vlinder is klaar. Wauw. Is het niet schattig? Oh ja, het lijkt bijna echt. Kijk naar mijn nieuwe tattoo. Is hij niet mooi? Ik wilde altijd al een vlinder. Niet aanraken, het is bijna echt. Oh gosh, het is echt. Eeuw, een insect. Smerig.
Ga van me af. Dus, wat wil je? Deze schattige hond. Goede keuze. Ik ga beginnen. Klaar, dit is hem. Wow. Ik vind het geweldig. Bedankt. Ik heb altijd al een huisdier gewild. Nu heb ik een hond. Baas, wakker worden. Wat? Een hond? Waarom? Wacht even. Je lijkt precies op mijn tatoeage. Hij is weg. En een echte hond kwam opdagen. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Kijk, huh? Susie. Oh, schattige hond.